Snabi is op paardenvisserig, neem dan de eerste weg rechts. We zijn vandaag in Helmond voor een bezoek aan het Home Computer Museum. In 5 jaar tijd hebben ze hier een enorme collectie bijeengebracht. Ja, wij laten hier de geschiedenis van de thuiscomputer zien. Of de computer die men redelijkerwijs thuis kan gebruiken. Op een interactieve manier. Wij beginnen ook dan in 1970. In 1975 is de Altair 8800 uitgekomen. Wij zien dat als de allereerste thuiscomputer. En we gaan door tot ongeveer 2008... Daar stoppen wij op dit moment, maar mogelijk dat we over een aantal jaar toch ook wat nieuwere computers neer gaan zetten. Maar die zijn voor nu voor een beetje nog te nieuw. Wij zijn een van de grootste computermusea ter wereld. We hebben met name ook de grootste collectie Nederlandstalige computers, dus Philips inderdaad, Tulip computers, velen bekend. Maar ook de wat minder bekende, zoals Holborn, STDES, Genesis, dat zijn allemaal computermerken. Die wij ook hier hebben, waar wij dus ook de volledige collectie van hebben en waar wij ook de geschiedenis van onderzoeken. En die geschiedenis ook registreren en delen met de rest van de wereld. Dat doen we onder andere op onze eigen website, maar ook vanuit rondleidingen hier. En we delen ook heel veel op archive.org. Dus alles wat we vinden delen we, daar komt het op neer. En dan het grootste, meest bijzondere hier is dat alle computers die hier binnen staan allemaal functioneren. We hebben ook ons eigen reparatiecentrum. Waar wij de computers allemaal repareren, alles wat binnenkomt, repareren wij en zorgen we dat het werkt in de originele vorm. Ik ben al sinds een jaar of 13 verzamel ik oude computers. Ik heb een bedrijfsplan gemaakt voor een interactief computermuseum. Waarbij dus het belang is dat ik de computers aan heb staan, zodat ik van de mensen, de bezoekers die hier binnenkomen, de verhalen krijg. Want je kunt herinneringen van hebben, de herinnering aan een foto, daar heb je een herinnering aan. Maar zie je het object daadwerkelijk in het echt, is die herinnering veel sterker. Werkt het apparaat, wordt het nog veel sterker die herinnering. En als je eraan mag komen, ja, dan explodeert die herinnering helemaal, want dan voel je het, dan ruik je het en dan hoor je het. En dat is precies wat we hier doen. Die film die is gemaakt dankzij deze computer. Deze computer die hier staat, die deed de camerabewegingen van de film Titanic. De film Titanic die gebruikte allemaal modelletjes voor hun special effects. En om die modelletjes goed te filmen gebruikte dus allerlei bewegingen van camera's. En die bewegingen werden door deze computer gecoördineerd. Deze computer nam ook vervolgens die proefbeelden op om te kijken hoe de beelden eruit zagen. En die hebben wij weer teruggevonden op deze harde schijf. Vandaar dat wij 100% zeker weten dat deze computer die hier fysiek aanwezig is, daadwerkelijk gebruikt is voor de film Titanic. Ja, ik vind het prachtig. Ja, ja. Inderdaad. Zelfs het in ICT, dus ik vind het ook mooi om te kijken hoe het voorheen was, voor mijn tijd. Windows 1.0, 2.0, MS-DOS, echt heel veel verschillende dingen. Wij gaan door tot met Windows Vista op dit moment. Tenminste in het museum. Zelf gebruiken we gewoon wel moderne Windows overigens. En waarom Vista? Omdat Windows 7, dat is de opvolger van Windows Vista, daar hebben nog te veel mensen een hele concrete herinnering aan over. Plus dat het waarschijnlijk ook nog door een aantal mensen wordt gebruikt, Windows 7. Ook al is het niet meer door Microsoft ondersteund op dit moment. Maar dat is voor ons, dat gaat te ver, of dat is te dichtbij dat we zeggen we gaan Windows 7 laten zien in het museum. Maar wellicht over een aantal jaar dat we dat wel zetten. Dus dat is het leuke van dit museum, dat de ontwikkeling gaat nog door.
De Astedes, die Astedes 2, werd onder andere gebruikt voor het Heineken logo is daarmee gemaakt en het Amstel logo. Dat hebben we ook hier op een voorbeeld staan. Hier kun je ook echt zien dat het daarmee gebruikt is. En, maar ook het 25 gulden biljet is met deze ontworpen. Ze hadden er bij de staatsdrukkerij hadden ze er eentje staan. Waar onder andere dus de verkeersborden mee zijn gemaakt. Het Marlboro logo is hier meegemaakt. Zijn we achtergekomen. Er stond er eentje bij Volkswagen. Er stond er eentje bij Ford in Engeland. Er stond er eentje bij Volvo in Nederland. Die deze computer dus gebruikte om hun auto's mee te ontwerpen. Het is een heel bijzonder item. Het was een hele dure computer. In Nederland kostte deze in 1985, 1986 kostte deze 700.000 gulden. Dus er zijn er ook niet veel gemaakt. Hoeveel er op dit moment nog bestaan is mij onbekend. Maar het zullen er niet meer dan 10 zijn. En dan komen we erachter dat we nog een gedeelde interesse hebben. We hebben nog een passie samen. Campers, hè? Dit is mijn klein campertje hier. Ja, dit is een Chevy Van G20 uit 1993. Dus ja, ik heb een hele lekkere 5,7 liter V8 motor hierin liggen. Ik heb hier heerlijke sofa in zitten. Hè. Dit is een heerlijke lichtbank. Dit is een bank, twee persoons. Of een bed, twee persoons bed. We hebben stoelen hier die heerlijk zitten. Ik heb hier mijn klein keukentje zitten. Ik heb hier mijn water. Dat is nou leeg. En dan heb ik hier. Mijn kookgerei zit hier netjes in. We hebben daar een klein koelkastje zitten daar achter aan die kant. En ik kan hier in het midden nog een tafel neerzetten. Dus ja, ik kan hier heerlijk slapen. Ik kan hier heerlijk van genieten. S'avonds of op de camping ergens. Lekker overal naartoe kunnen rijden. Nergens zorgen over maken. En genieten.